Luigi Bruins voor de derde keer terug bij Excelsior, maar ja, je had een andere terugkeer verwacht met je rode kaart. Inderdaad, klopt. Ik had liever gewonnen en op het veld blijven staan. Wat gebeurde er? Nou ja, het was een duel om de bal en werd een beetje getrokken van beide kanten. Vallen op de grond, staan op, lopen naar elkaar toe, zeggen wat en komen dichtbij en ja, hij valt. Toen kreeg ik de rode kaart. In jouw ogen terecht of vind je het veel te makkelijk gegeven door Vink? Nee, ik vond het veel te makkelijk gegeven. Ik denk een kopstoot is als je echt een beweging maakt met je hoofd naar de tegenstander. Mijn intentie was dat niet. En volgens mij, als ik de beelden bekijk, heb ik het niet kunnen zien. Ja, voel je een beetje in de maling genomen door Peersman die gewoon heel makkelijk theatraal dan gaat liggen? Ja, tuurlijk. Ook. Maar ja, de grensrechter staat er ook op, het is er, 30 centimeter vanaf. En die heeft een rotje in. Die kan ook gewoon even zeggen van wat er gebeurt. En, ja, ze hebben zoveel ervaring, maar ja, dat gebeurt ook niet. Voor jou te hopen dat de KNVB niet flink gaat schorsen. Want je rentree was er weer, je had er zin in. Dat merkte je ook. Lang naar uitgekeken, je terugkeer? Ja, zeker. Als je zo'n lange tijd alleen voor jezelf traint, hard werkt en ergens naartoe werkt. En dan eindelijk mag spelen, dan dat wil je het gewoon laten zien. En we stonden 1-0 voor, geven het dan nog weg 1-1. Is dan jammer. En dan krijg je ook nog die rode kaart. En dan is het helemaal zuur. Ja, in eerste helft zag je ook vanaf de bank dat jullie erg goed begonnen. Hè? Dordrecht had het moeilijk. Het doelpunt viel misschien toch te laat. Toch kwamen jullie op voorsprong 1-0. Ja, en daarna drukten jullie jammer genoeg niet door. Ja, klopt. Ik denk dat we veel eerder hadden kunnen beslissen. Want op een gegeven moment wisten wij het ook niet meer. En kwamen we de voetballer ook niet meer uit. Dordrecht keerde de wedstrijd een beetje om. En eigenlijk was het spelbeeld toen helemaal omgekeerd. En we hadden het moeilijk, valt die 1-1. En is het een puntje. Je hebt het niet meer meegekregen, maar na jouw rode kaart wilde Dordrecht niet meer voetballen. Die waren blij met een punt. Vreesde jij nog dat het een hele vervelende avond kon worden, dat ze misschien nog zelfs zouden winnen? Ja, dat zit er altijd in. Maar om eerlijk te zeggen, toen ik naar binnen liep, was ik daar niet mee bezig. Ik bedoel, je voelt je kloot en hoop dat je dan nog het puntje eruit sleept. En het was nog heel even te spelen, dus hoop je gewoon als het volhoudt.